Hoi. Vandaag gaan wij de Octobus poep snoep maken. De Japanse naam voor dit superleuke pop-in cooking setje is Dodoto. En je hebt hem in twee uitvoeringen, blauw of roze, oftewel grape of soda. Ik heb de verpakking al opengeknipt en dit komt er dan uit. Is het een octopusje eigenlijk? Ziet er niet uit als een octopusje. Het is een kwal. Een kwal. Dit is wat je kan verwachten, wat je kan krijgen. Ik weet niet of je het zo kan zien, maar wij hebben in ieder geval deze uitvoering. En ja, een kwal, zegt mijn dochter. Dus we gaan uit van een kwal met 8 pootjes. Ik vind hem super schattig. Jij vindt hem super schattig. Hier hebben we 4 zakjes. 1, 2 en hierop staat een 3. En een lepeltje, die rondjes. Een rond lepeltje. En een bakje. Met 2? Eigenlijk 2 bakjes. Ja. Om te beginnen gaan we de 2 bakjes vullen met water. En in elk bakje zie je een lijn. Hier aan de rechterkant zie je hem hier lopen. En hier zie je hier het lijntje lopen. En we vullen de bakjes tot die lijntjes. En je ziet hier links in het ene bakje een 1 staan. En in het bakje rechts staat een 2. Dus ik zet ze nu neer. Dan hoop ik maar dat ik precies tot het lijntje ga. Dit is gelukt. Nu de andere kant nog. Ja. Zakje nummer 1 gaat in dit bakje. En de inhoud van zakje nummer 2 gaat in dat bakje. Mag ik het erin doen? Zeker. Laat mij het even openknippen. Alles? Ja, alles mag erin. Dus de inhoud van dit zakje mag helemaal in. Ja, zullen we eerst die roeren? Oké. Wordt een beetje lichtblauw. Een mooie kleur, lichtblauw. Een hele mooie kleur. Ik verwacht eigenlijk wel dat dit zo meteen roze wordt. Ik ook. Want in de video die Mariette heeft gemaakt, gebruikt ze de andere verpakking en dan wordt het hier blauw. Dus ik hoop wel dat wij dan de roze hebben. Zakje 2 hebben we ook opengeknipt en het ziet er veelbelovend uit. Want volgens mij is dit wel lichtroze. Ja, gooi het er maar in. Ja, dit is de roze. Voorzichtig roeren dat het niet er overheen gaat. Het gaat een beetje plakken. Ja, als je het eenmaal goed hebt doorgeroerd, dan plakt het denk ik niet meer. Ik hoop dat we nu echt goed geroerd hebben. En dan komt nu het leukste. Wat je zo gaat doen, je pakt je kwal. Dan knijp je erin. En je houdt hem ingedrukt. Oké. Dan doe je de pootjes in het roze. Ja. Dan laat je dit los. En dan vult de kwal zich met het roze vloeistof, als het goed is. Oké. Helemaal, tot bijna het bakje helemaal leeg is. En dan ga je voorzichtig, als je hier weer in knijpt, allemaal druppeltjes in de lichtblauwe vloeistof doen. Oké. Kan je dat, denk je? Ja. Probeer maar eerst knijpen. Nee, wacht. Eerst goed knijpen, heel knijpen. Dan erin. En nu loslaten. Dit kan je wel vasthouden, maar als het goed is, vult het zich nu met vloeistof. Ja, ik weet het. Klopt dat of niet? Hij moet weer een beetje bol worden. Is hij helemaal bol? Nee, nog niet. Nog niet? Oh. Ja, hij is goed. Even het pakje een beetje hier naartoe. Laat eens kijken, even in beeld brengen. Dan kan je meteen het kwalletje, ik vind het meer een uil. Ik vind het een kwal. Jij vindt een kwal, dan is het een kwal. Nou kijk, hij druppelt al een beetje uit die pootjes. Dat is niet de bedoeling, dus hou maar even zo. En dan gaan we naar het lichtblauwe bakje en dan ga je allemaal druppeltjes maken. Ja. Oh, wat mooi. Zachtjes knijpen. Dat ziet er leuk uit. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, dat snap ik. Het ziet er ook echt heel leuk uit. Nu kan je het nog een keertje doen. Dan heb je allemaal mooie roze balletjes. Probeer het nog maar een keer, want volgens mij heb je nog genoeg vloeistof. Goed inknijpen en dan loslaten. En dan moet je een beetje schuin houden, zodat de vloeistof in het kwalletje kan. Heb je nog wat? Ja, ik kan of zo. Hier erin. Ja, maak hem weer mooie kleine. Rustig, rustig. Anders krijg je hele grote balletjes. Je moet echt van die druppeltjes eruit krijgen. Ja. Dit ziet er echt super leuk uit.
Het is wel de truc om langzaam te knijpen, voorzichtig te knijpen. Want ik had een paar van die hele grote klodders erin zitten. Die heb ik er met een cocktailprikkertje uitgevist. Maar nu hebben we alleen maar balletjes. Het ziet er echt zo leuk uit. Ik hoop dat ik het kan laten zien. Allemaal roze balletjes. Pas op dat je ze niet kapot maakt. Nee, zeker niet. En ik ga proberen om er een paar uit te halen. Om dan apart in dit hartje te doen. En dan gaan we hier nog een lekkere fluffy saus maken. Oeh. Zakje nummer 3 hebben we ook opengeknipt. En dat gaat nu in dat schoongemaakte bakje. Wil jij doen? Mag ik dat doen? Ja. Alles? Alles. En dan pak ik het lepeltje. En dan gaat er 1 lepeltje van de vloeistof zonder de balletjes. Gaat dan hierbij. En dan gaan we roeren. Mag jij roeren? En dan wordt het heel snel een heel leuk fluffy. Ander woord heb je niet. Sausje, ja. En door die ribbeltjes hier kan je heel goed, zeg maar, dat lepeltje tegenaan zetten. Zodat je alleen wat van de vloeistof krijgt. Ik doe het gewoon in 2 keer. Dus dit is 1. Oh. Wordt oranje. Ja. Nou, nog een beetje. Wil jij roeren? Ja hoor. Alsjeblieft. Oh, rondjes draaien met lepeltje. Hula hoepen. Hula hoepen, ja inderdaad. Hula hoepen met het lepeltje. Gewoon verder gaan. Dit ziet er al heel lekker uit. Wil je proeven? Ja hoor. Het lijkt wel alsof ik iets te weinig vloeistof erin heb gedaan. Ik had verwacht iets meer van die fluffy saus lekker. Te hebben. Lekker hè? Ja, dat dacht ik al. En nu gaan we wat van die balletjes in een ander bakje scheppen. Waar smaakt het naar? Een beetje zuur en een beetje zoet. Een beetje zuur en een beetje zoet. En het ziet eruit als banaan, een bananenkleurtje. Klopt dat? Is het banaan? Maar het smaakt naar citroen. Oh, citroen is ook geel. Kijk nu, wat leuk. Ik vind dit echt geweldig. Dit is absoluut op dit moment... Mijn favoriet. Ja, mijn favoriet. Ook de jouwe? Ja. De jouwe ook? En dat taartje... Want het ziet er echt heel leuk uit. Ja, het ziet er echt heel leuk uit. En het is superleuk om te maken. Je begint echt een... Het is inderdaad superleuk om te maken. Nou, lieve kijkers, als jullie nog iemand nodig hebben in de reclame... Moeten jullie mijn dochter maar bellen. Kijk nou, het lijken wel visseitjes. Ja, ik denk dat het zo wel genoeg is. Oh, je denkt ook. Ik wil gewoon proeven. Hoe leuk is dit? Allemaal kleine roze mini-orbies. Vind je niet? Ja. Het zijn gewoon kleine orbies. Mama, mag ik niet proeven met sausje? Jij mag niet proeven. Dus, we pakken een paar van die kleine Balletjes. En dat doen we dan hier bovenop. Zo. En dan pakken we een lepeltje. Mag ik het niet proeven? Ja, je kan niet wachten, hè? En? Mm. Lekker? Ja. Je mag ook die balletjes alleen proeven. Ik ga ook even proeven. Ja. Dat wil ik wel proeven. Mm. Mag ik eens proeven zonder de... Echt lekker. Dat sausje is ook heel lekker. Ja. Je wil alleen de balletjes? Oh, ja. Dit is geen balletje. Ho. Laat ik alles vallen? Oh, sorry. Nog een keer? Kom maar, ik heb genoeg. Nu wil ik een beetje met het sausje. Vind je het sausje lekkerder erbij? Ja? We vergeten nog wat. Het zakje sprinkles. En die zal ik ook even openknippen. Zijn dat Ja. Is dat een soort van hagelslag? Ja, maar dan... Anders. Maar dan anders. Ik heb hier een nieuw lepeltje om te proeven. Een beetje saus, een beetje roze orbies en een beetje van die glittertjes. Mag ik proeven? En ik denk dat die een beetje hard zijn om te... Volgens mij valt het ook in de smaak. Ik heb ook net geproefd en alles is echt super lekker. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag. Dag. Mij.